We hebben al tegen zoveel werelden uh, moeten we vechten. Uh, als vrouw, als islamitische vrouw, als Marokkaans islamitische vrouw. Er zijn zoveel barrières die, die ja. ik persoonlijk moet overwinnen. Als ik dan ook nog eens tegen mijn eigen zusters, uh, tegen mijn eigen mensen in gevecht moet, ja, dat vind ik wel lastig. Mm -hmm. It's complicated met en Marie. We hebben vandaag een hele leuke gast. Nora, een vriendin van mij. <laughs> maar Nora, jij hebt iets op je hart. Vertel. Heb ik een hart? Oeh. Okay. Oeh. Ja, nou ja, we hebben het natuurlijk al uh, een paar keer erover gehad. Uh, ik, ik loop soms een beetje tegen haat vanuit de eigen community. Mm -hmm. Naar mij, naar elkaar, onderling. En daar heb ik best wel last van, merk ja. ik. Ja. Ik zeg je eerlijk, ik ook wel eens. Welke community heb jij het dan over? Um, ja, voor jou wil ik ook zo weten. Ja, zeker. ja vooral het geloof. Maar de ook de afkomst. Ja. Weet je wel, uh, dat er heel veel oordelen zijn en aannames worden gemaakt. Terwijl ik soms denk van, je kent me niet. Ja, precies. Ja. Hebben we ooit een boterham met elkaar gegeten? <laughs> ja. En dat vind ik, soms doet het me echt wat en, en soms kan ik daardoor heen kijken. Ja. Maar we blijven allemaal mensen en soms vraag ik me echt af van, maar hoe krijg jij het zelf over je hart om zoiets te zeggen? Nou dat, dat je, wat wen je daarmee mm -hmm. als je zo bent en... Eh, heb je dan, en je zei net welke communities ik heb dan, inderdaad de Marokkaanse, de Islamitische, maar ook vrouwen onderling en dan breed. Dus Jijs. niet per se alleen de Marokkaanse vrouwen, maar ik zie gewoon um, ja, best wel veel haat en nijd, uh, mm. soms naar mij, meestal naar elkaar, dat, dat ik me afvraag, waar is het misgegaan in, in het stukje zelfreflectie, in het stukje mm. zelfliefde, in het stukje een betere wereld begint bij jezelf? Mm -hmm. Dus dat uh, is wel iets wat mij de laatste tijd steeds meer opvalt. En ja, aan, aan wat voor kritiek moet ik dan denken die jij krijgt? Nou ja, ik ben niet zo lang geleden uit elkaar gegaan met mijn, uh, nou, nu ex-man. Je krijgt al heel snel, ja, sinds ze gescheiden is, is ze van het padje af. Wow. Uh, dat soort dingen. Ja. Um, uh, maar ook uh, als ik ergens een mening over heb. Ik heb best wel een grote platform op uh, Facebook met ongeveer 61.000 leden. Als ik daar dan mijn mening drop, die echt gewoon mijn mening is vanuit mijn visie, mijn ervaring, al heb je al heel snel reacties eronder uh, in negatieve zin. En die probeer ik dan wel te verwijderen omdat ik denk, ja, weet je, dit is mijn platform, zie dit als mijn woonkamer. Ik zou dit niet in mijn huis willen horen, dus hier ook niet. En het demotiveert andere mensen ook om open uh, te spreken over bepaalde zaken. Dus... Um, ja, ik zie dat vooral online. Face-to-face -face durft men iets minder. Nee, dat, ga je, dat zie je heel weinig. Bizar door. is dat, hè? Ja, heb je ook wat te, te verklaren. Leg uit. Omdat het <laughs> geen confrontatie is. Ja, omdat mensen je, kunnen kan zich verschuilen. je kan anoniem ja. achter een plaatje. Ze hebben nul foto's gepost. Je dus ziet ja. nooit een gezicht in een profielfoto. Maar ze hebben wel een mening. Mm -hmm, ja. Ze kunnen je wel veroordelen. En ik heb een theorie daarin. Als het geen gezicht heeft, heeft het ook geen stem. Ja. Mooi gezegd. Dus kan je het wel zeggen? Kan je een leuk type? Ja. Hartstikke leuk, maar je bent Zo, van mij bestaan. Als je geen gezicht, als je met je eigen naam en gezicht je mening geeft. dan. Maar... Heb ik, dan praat ik tegen iemand. Dan ja, kan ik erover nadenken. Juist. of ik ja. wil reageren. of ik het tot me wil nemen wat ik heb gelezen. Ja. Mm -hmm. Wat ik ook vaak genoeg niet doe. Ja. maar ah, helemaal als je geen gezicht ja. hebt nee ik ben het helemaal ja, wat eens wat kan ik daarmee doen zo sta ik er op zich ook wel in alleen ik merk gewoon dat, het, dat ik het jammer vind dat we maar niet daar kunnen komen waar ik ons graag zie namelijk dat we supportive zijn naar elkaar dat we hoeven het niet met elkaar eens te zijn maar dat we elkaar kunnen dragen we hebben, we hebben al tegen zoveel werelden uh, moeten we vechten uh, als vrouw, als islamitische vrouw als Marokkaans islamitische vrouw er zijn zoveel barrières die, die ja. ik persoonlijk moet overwinnen. Als ik dan ook nog eens tegen mijn eigen zusters, uh, tegen mijn eigen mensen in gevecht moet, ja, dat vind ik wel lastig hoor. Mm -hmm. En al helemaal omdat we vanuit een geloof komen waar je elkaar niet mag judgen. Mm -hmm. Je mag elkaar advies geven, maar je mag, je mag elkaar niet judgen. Exactly. Dat, ja. dat gebeurt wel heel veel en dat, ja. dat doet mij ook echt oh, soms. Ja. Ja, okay, maar, in goed, maar okay, dat iemand niet in je woonkamer komt. of als je bij de bushalte staat. of waar dan ook op de parkeerplek. of in de rij in een winkel. Mm -hmm. en daar uh, zijn of haar mening aan jou geeft. Oké, okay, die, 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 als iemand het dan doet, vind ik het wel heel apart. Maar op social media mm -hmm. geef je je mening. en weet je dat daar wel op gereageerd kan worden. Ja, ja. De, ja en ik vind reacties krijgen niet erg. Ik vind ah. kritische reacties krijgen niet erg. Mm -hmm. Het gaat mij meer om de waardeoordelen die men koppelt. Sinds ze gescheiden is, is ze van het padje af. En wie denkt ze wel niet dat ze is. Ze heeft haar ziel verkocht aan de, aan de media. Oh ja, nee. uh, propaganda <laughs> zag ik ook laatst uh, ergens voorbij komen. Omdat ik een winkel had getagd die uh, Palestina kettingen verkoopt. En toen kreeg de onder, je ja, moet uitkijken, want sommigen zijn pro-Israël. En nou, gewoon die discussie. Dat iemand daaronder weer gezegd, ja, ze is een en al propaganda. Met andere woorden, ik support dus bewust pro-Israëls. Nou, uh, ging nergens over. Het, het raakt me ook verder niet of zo. Maar het, het is zo het is gevoelig. Het dat ik denk, what? je kan echt. Ik moet zoveel disclaimers in mijn verhalen plaatsen. Ja, moet dat? Nou, voor mezelf, omdat ik. Ik wil ruimte creëren voor anderen. Het moet niet. Ik vind zelf dat ik dat moet. Als ik die disclaimers niet plaats en mensen gaan los omdat ze die, die, die context missen, dan creëer ik daar dus een onveilige omgeving voor anderen. En denken die anderen: Oh, laat maar. Ik ga mijn verhaal maar beter niet vertellen. Want dit is wat er gebeurt. Dat is Kijk, waar. En dat zo. vind ik inderdaad wel kwalijk. Maar wat ik diezelfde mensen ook wil meegeven is: hoe belangrijk maken wij comments en reacties? eigenlijk en dan helemaal deze ja. eigenlijk de minst belangrijke reacties zijn ja. deze die jij net opnoemt ja absoluut en dan gaan wij nu eigenlijk maar in de podcast het meest impact op wie op degene die dat meelezen ja en... oh nee op degene die dat een waarde geven na ja, ja, het meelezen absoluut, tuurlijk, want ik lees ik heb dat soort dingen ook wel eens gelezen ja. maar ik heb gewoon een afslag genomen in mijn leven <laughs> ja. dat ik dat gewoon niet daar ga zetten ja. En Want ik heb gradaties, can, zoals je can, net hoorde. You maar, can afford ja. it, mentaal. Omdat je daar al bent. Nee, ik ben nergens waar jij niet kan zijn. Of waar jij misschien niet bent. Ja. En Misschien ben je nog verder dan ik op heel ja. veel punten uh, daarin. Het is een keus. Het is geen privilege. Ja. Maar is het is het, een keus. Is het dan niet dat we het toelaten? Wat toelaten? Laat maar zeggen, die comments. Uh, hoe... Ik denk dus inderdaad dat wij bepalen... wat er gebeurt met die comments. Ja. Ja. Of we ze krijgen of niet... Uh, daar, kunnen we, daar hebben we niet zoveel grip op. Omdat ja. ik kan morgen een hond uitlaten. En dan kan iemand misschien zeggen... Ja, maaf Kees. Uh, kijk, wat voor, wat, wat voor ketting aan zo'n hond geeft. Uh, Dierenbul. Ik zeg maar wat. <laughs> of laat eens een hond daar plassen. Wat een aso. Hoezo heeft hij een hond? Ik zeg maar wat. Ja, ja wat ga ik daarmee doen? <laughs> wat ga ik daarmee doen? Ja. Snap je? ik bedoel? Jij kan bijvoorbeeld... Twee kinderen op straat die je ziet die geen huis niks hebben. Je geeft ze, weet ik veel, wat je ze allemaal geeft en je helpt ze helemaal. En je gaat alsnog kritiek krijgen ja. op dat. Ja, ja, precies. Mm -hmm. Dus Zeker. waar stopt het? Zeker. Mm -hmm. En dat is inderdaad voor mezelf. Ik zeg al, ik heb er last van, omdat ik het ons gun. Mm -hmm. Voor mezelf heb ik uh, nou, Rara Ram nog gepresenteerd. Ik heb uh, een klein rolletje gehad in Mokromafia Mafia. En allebei de keren Mokromafia dacht ik, oké, okay, ik snap. Het, het raakt, het is heftig. Ik snap dat er kritiek is vanuit de community. Dat ik Rara Ramadan gepresenteerd, toen kreeg ik precies dezelfde scheldwoorden in mijn DM's. En uh, dat ik me moest schamen en wie denk ik wel niet dat ik ben. Toen dacht ik, het maakt inderdaad niet uit wat je doet. Is er is, is altijd een groep die uh, uh, of je confronteert ze met de dingen die jij doet. Of nou, ik wil niet heel snel roepen jaloezie, want daar ga ik echt niet vanuit. Maar goed, je doet dingen die zij misschien ook wel heel graag zouden willen. Um, of ze, zijn, ze zitten in een fase in hun leven waarop ze tegen alles en iedereen aanschoppen. En dan ben ik even voor nu degene bij wie... Dus ik heb die conclusie voor mezelf genomen. Maar ik probeer met mijn Facebookgroep ook wel de ruimte en de veiligheid te creëren. Van mm -hmm. hier kan je gewoon droppen. Het kan anoniem, dus dat, daar zit al die yeah. veiligheid in. Als ik dan die reacties lees erop, dat ik denk... Wauw, zo heftig! Terwijl iemand vertelt haar of zijn eigen verhaal vanuit eigen beleving, vanuit ja. En het kan best zijn dat je bij zo'n verhaal denkt: ja, ik weet niet of dit waar is. Of, ja, dit geloof ik niet. Maar om het dan, dan zo uitgebreid te typen en iemand helemaal omlaag te halen en met de grond gelijk te maken, terwijl je elkaar niet eens kent. Ja. Dat, dat maakt mij wel. Dat je denkt van jeetje. Ja. En, ja. en weet je wat het ook is? Um, ik merk gewoon dat het op cultureel gebied of community of whatever. Geloof, bij ons is het altijd zo tien keer heftiger of zo. <laughs> en, en dat, dat vind ik basie. jammer. Terwijl ik denk van ook bijvoorbeeld met It's Complicated, willen we heel graag verhalen vertellen waar mensen zich in terug kunnen vinden, zodat ja. we allemaal weten. Je bent niet alleen. Precies. Je bent niet de enige die ja. dit complicated ja, ja, issue broek. heeft in zijn leven. Dus we willen er voor elkaar zijn. We willen samenhorigheid creëren. Uh, Nora, onder andere en heel veel andere vrouwen, onder andere ik zelf ook, zet me in om een verhaal te delen, om me te laten zien dat ik bijvoorbeeld bepaalde werken in entertainment wel kan doen. Uh, het gezicht kan zijn van een, voor een jonger meisje. Precies. Als voorbeeld: van jij kan ook ooit presenteren mm -hmm. met de richtlijnen waarin we geloven of met onze cultuur. Uh, culturele richtlijnen. Maar dan, dat je dan van die eigen groep zoveel commentaar en ik krijgt. Ik denk dat dat het is wat jullie het mee, Waarom het bij jullie? Want ik denk dat als die comment van een andere groep was gekomen, mm, yeah. dat het veel lichter zou, veel minder zwaar zou wegen. Nou, dat. Ja, zeker. Absoluut. Wat ik soms een beetje jammer vind, wat jij zegt, precies dat. Je bent zo hard aan het knokken, aan het vechten om. Die weg vrij te maken ook voor de, de, de jongere meiden, de, de, de kleine Mahi's die nu tegen je opkijken. Mm -hmm. en denken, ah, een, een baan in, in de journalistiek of, of bij Phoenix of wat dan ook. Daar had ik nooit van durven dromen. Maar als Mahi het kan, kan ik het ook. Voor mij is het, uh, ik probeer zoveel mogelijk de, de gesluierde vrouw, hoofddoekdragende vrouw. Ik kan alles vinden van mijn kledingstijl. Maar ik ben met mijn hijab, kom ik op tv, sta ik op het podium, uh, presenteer ik programma's, gedraagd, maak ik films ja. Ik wil laten zien dat wij net zo veel horen in Hilversum dan wie dan ook. Mm -hmm. En als dan diezelfde groep waar je zo hard voor vecht en knokt en waar je het voor wil opnemen en waar je uh, van wil laten zien: hé, hey, wij zijn good people. Hoe de media ons al die jaren heeft weggezet, dat zijn wij niet. Er zitten overal rotte appels, wij maken mooie dingen, wij zijn creatief, wij, zijn, wij blinken overal in uit. En als dan diezelfde mensen. Je in je DM of onderin een comment hoer noemen. Sorry, uh, ik ga het gewoon nee, niet zeggen is. Nee, je zoals moet het ja. echt zeggen zoals het is, zodat men begrijpt hoer, wat we je over hebben. Je een familie schaamt zich voor je. je uh, als ik je broer was, had ik dit gedaan. Als ik je tegenkom, krijg ik een klapje in je gezicht. Ja. Dat ik dan denk, ja, please, zoek me op. Je ja, ouders maar, zouden je moeten maar, schamen voor jou. Ik ga nu iets zeggen wat jullie natuurlijk wel snappen, maar ik ga toch zeggen. <laughs> je begrijpt toch wel dat die mensen eigenlijk een probleem hebben? Mm -hmm. Duizend, honderdduizend procent, maar dat Hello. zijn wel de mensen die... Over de meiden die misschien heel graag willen doen wat ik doe, maar onzeker zijn. Ja. Dat is die belemmering. Want er ja. zijn ook gewoon. Uh, ik, ik hoef het je niet uit te leggen. Er zijn van die uh, ja, uh, influencers die hun werk ervan hebben gemaakt om andere mensen omlaag te halen. Ja, ik weet expose. het. Exposen. Ja. Uh, Triest. Het is echt te bizar voor woorden. Dat als ik met meiden ben. Uh, op een feestje, of op een bijeenkomst, of op een première. Uh, ik wil liever niet op... Uh, uh, geen foto, hè. Maak mij, blur mij. Want ik wil niet op, op een van die exposed pagina's komen. Dan denk ik, wauw. Jammer dat dat zo... Wauw, hoezo kan je iemand zoveel macht geven? En dat is omdat zo'n iemand heeft een following. En je, 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 je ouders, je broers, je familie, die zijn daar gevoelig voor. Dus zijn we gewoon weer tien stappen terug. Mm -hmm. In... Um, in het durven in, in onszelf te laten zien, in wie we zijn en alle kleuren. Ja, maar kleuren. Wat zou daarin dan een oplossing zijn tegen dat soort figuren? Want kijk, wat ik zeg: ja. die, die kleine comment gangsters. Nee o, daar, dat we, is daar, kan ik, ja, daar kan ik niks mee. Ja. Nee. Um, en daar... Die zijn het ook niet echt hoor. Maar die mensen die jij net zegt, ja. een influencer die ervoor kiest om op, want ja kijk, die influencers weten ook dat er heel veel mensen. Dat volgen omdat het populairder is om die nonsens te volgen dan precies, precies. Uh, gewoon niemand te laten zijn zoals hij of zij is? Nou, ik ken ook heel veel mensen die het volgen om, omdat ze denken ik ben bang dat er een bekende een keer voorbij komt. Nee, het is ja. gewoon sensatie. Men wil gewoon ja, volgen. Ja, maar dat Klaar. is wat ik zeg. Als ik een theatervoorstelling geef en ik verkoop nul kaarten, dan heb ik geen theatervoorstelling. Dus als jij lid bent of je volgt iemand, dan draag jij bij aan dat platform. Dat is wat ik mensen probeer uit te leggen. Maar ja, ze zijn alsnog lid. Ja. Maar sorry, ik was jouw. Nee, horen. nee, nee, dat is ja. precies waar we waren. Dat dus maar wa, 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 Hoe lossen we dat dan op? V voor mijn gevoel is daar één oplossing. En dat is als we uh, uit die schaamtecultuur waarin we zitten, dat, dat openbreken. Er kan alleen maar expose bestaan als er een taboe ergens op zit. Mm -hmm. Dus uh, als, laten we zeggen bijvoorbeeld seksualiteit. Een meisje heeft dingen gedaan met de jongen. Nou, vanuit religieus oogpunt kun je er van alles over vinden. Vanuit cultureel oogpunt ook. En er is het schaamte bij, er zit een taboe op, je kan er met niemand over praten. Dus heeft de ander iets om jou mee te chanteren. Juist. Mm -hmm. Of dat nou uh, uh, um, seks is of een naaktfoto of een weet ik iets wat bin niet binnen de cultuur past, binnen de religie past. Ik zeg, breek die gesprekken open met je kinderen, met je omgeving, met je broers en zussen. Creëer een safe space waarin je niet meer in je eentje met dat soort geheimen rondloopt. Zodat als er een keer iets over jou verschijnt op tv, online, uh, weet ik veel wat... dat je kunt zeggen, ja, maar dat had ik al lang met mijn ouders besproken. Ja, maar mijn broers wisten dit. En ja. they got me. En ze hebben mijn rug. En, uh, en dan is zo'n iemand niet meer interessant. Maar wat doen wij? Uit paniek gaan we smeken. Verhaal ze alsjeblieft weg. En ik heb altijd gezegd, als iemand een naaktfoto van mij post, post ik er zelf drie. En nu... <laughs> Ja, weet je, ik hoop het niet. Ik, ik bedoel, kijk niet eens naar mezelf in de spiegel, laat staan dat ik, dat, dat ik er een foto van maak. Maar het is meer, je geeft mensen macht over jou. En die mensen houden die macht door, uh, ze worden ook machtig gemaakt, ze worden zo wat gezien als door Ja, online, weet je wat ik hoor? Weet je wat ja. ik hoor als je dat zegt? Um. Ik vind het een heel goed punt, by the way. Ik vind het een heel goed, een mooi punt. En ik denk ook wel dat als dat gerealiseerd wordt, hoe meer dat gerealiseerd wordt, hoe minder macht de andere kant heeft om mensen daarmee ja, te yes. exposen/chanteren ja. of wat dan ook. Ja. Maar, maar de opdracht is challenging. Want je zegt eigenlijk: ja. verander hoe mensen binnen een bepaalde cultuur kijken mm -hmm. naar zichzelf. Want er zit een waardeoordeel mm -hmm. aan bepaalde dingen verbonden, ja, aan hoe jij, jij je reputatie. En dat is in elke cultuur, hè? reputatie ja, ja, komt in elke cultuur voor. Alleen iedere cultuur heeft een andere uiting van ja. hoe, wat een goede reputatie is... en wat ja. een minder goede reputatie is op dat gebied, zeg maar. Ja. Um, en ik denk dat naaktfoto's in heel veel culturen... Ja, toch tuurlijk. wel vanaf een bepaald level een soort taboe ja, blijft en gewoon is verschrikkelijk is. Je Als iemand dat zelf niet naar buiten wil gooien, is dat al tienduizend keer erger, toch? Ja. Um, alleen, hoe ga je dus veranderen hoe mensen kijken naar bijvoorbeeld kuisheid... In binnen welk geloof dan ook, snap je? Nou, ik, ik wil ja. niet per se veranderen hoe je ernaar kijkt. Want als het voor jou iets, kuisheid is iets persoonlijks, dat hoef je ook niet met iedereen te delen. Maar ik vind wel praat erover met elkaar. Wat ja. betekent het voor je? Mm -hmm. En als, je, als we elkaar, als we, met name de meiden, de vrouwen, laten we eerlijk zijn, dat zijn vaak ook wel de grotere slachtoffers. Degene die het, zwa het zwaarst onderlijden. Ja. Kijk, ik kan een naaktfoto voor jou online komen. of voor mij, ik ga er langer last van hebben dan jij waarschijnlijk. Ja, ja, uh, ja nou, dat is gewoon wat het is. Maar. Geef die mij de voldoende zelfvertrouwen. Praat met, met, met je nichtjes, met je zusjes, met, met je vrouwelijke familieleden. Geef ze voldoende zelfvertrouwen en veiligheid om het met je erover te hebben. Van, Hé, hey, ik weet dat dit niet oké okay is, maar I did something. En nu loop ik vast en ik ben bang dit en ik ben bang dat. En dan heb je er een goed en eerlijk gesprek over. Dan komt in de klap ook voor jou niet zo hard binnen, als dat er toch online een keer iets komt. En. Um, je voedt een nieuwe generatie op die praat over dit soort zaken. Wij praten niet over mentale gezondheid, we praten niet over seksualiteit, over geaardheid. Staat niet. Nee, dat is echt een taboe. En ook gewoon doe, doe er niet aan mee. Het is gelekt, oké. Okay. Het is een fout, dat weten we allemaal, ja. en we worden er vast voor gestraft. Maar je, jij bent niet degene om mij nu daarvoor te straffen. Ja. Precies. Doe er niet aan mee. Geef ja. mensen en niet de macht over jou. Het is ook vooral heel erg vaak wat ik zelf merk. Ik weet niet of jij dat ook hebt, van vrouw tot vrouw. Oh. Dat is het ergste. En daarin heeft een organisatie die uh, staat tegen vrouwenhaat. Die heeft onderzocht waarom vrouwen kritiek hebben op andere vrouwen. Vrouwen die hoog scoren op deze schaal hebben vaak minder zelfvertrouwen. Een negatief zelfbeeld en krijgen minder steun van anderen. En ervaren meer mentale problemen. Wauw. Is lijp, hè? Dus de vrouwen die online haten hebben minder zelfvertrouwen. Mentale problemen meer. Ja, een negatief zelfbeeld. En ja. luister... Hefde. Ik durf te zeggen dat dit ook geldt voor de mannen die ja. dit doen. Ja. ja, zeker. Want we zijn altijd op zoek naar een dader voor onze persoonlijke problemen. Ja. Oh, ik heb geen brood. Ja, dan komt met de regering... Ons geld gaat naar de asielzoekers. Ik heb geen brood, komt omdat Mahi op tv is. Nee, man. Nee, man. <laughs> Misschien moet je die, die linkerhand van jou die niet zo goed is, ja. gebruik die rechterhand eens een keertje. Ja. Ga eens een keer wat doen. Uh, zelfreflectie, zelfreflectie is wel een is, ding is, Dat is de zekere ding. ding. Ik wil zeggen mijn cultuur, maar... Nee, het is terwijl, niet alleen binnen. Het, onze het cultuur. ontbreekt chronisch aan, aan, aan zelfreflectie. Binnen mijn cultuur is het altijd iemand anders. Het zit ook in onze taal. Als ik je daar een voorbeeld van mag geven, je zegt niet, ah, ik heb de trein gemist. Als je het letterlijk vertaalt, dan zeg je, de trein heeft mij verlaten. Ja, ik weet, taal, als, als kind, ik loop tegen uh -huh. een tafel die er al een week staat. Ik loop er tegen, ik heb pijn. Dan komt mijn moeder, geeft de klap aan die tafel, stoute de tafel. <laughs> Wat, leert, wat leer ik als kind? Het ligt nooit aan mij. De oorzaak is niet bij jou. Precies. Echt zo, en wow. als je niet een persoon kunt aanwijzen, dan is het wel het boze oog. Dus er is altijd een externe. Buiten jezelf. Altijd. Wij bij hadden die, zelfs bijvoorbeeld aan tafel, als bijvoorbeeld uh, mijn nichtje het glas omgooide en zij was jonger. Ja, maar waarom heb je daar ja. niet goed op gelet? En het was nooit mijn nichtje zelf die het omgooide. Precies. Dat is wel echt En een goeie. dat zijn hele kleine dat is echt voorbeelden. Ja. Dat is echt cultuur, ja. Precies. En, en, maar je groeit wel zo op. En bij de jongens is het nog erger. Ja, het is nooit hun schuld. Altijd de omgeving. Ja, het had inderdaad klaar moeten liggen. Het had inderdaad opgereikt moeten worden. Het had inderdaad. Dus. Oké, okay. maar ik... is, is, is dat niet een kortere weg naar de oplossing toe? Gewoon mensen helpen te dealen met wat er is. Mm -hmm. Absoluut. Dat is de enige weg. Het is niet de korte okay, weg. Oké, eigenlijk... dus dan mag even, Maar ja. dan, dan ja. zouden we hier moeten zitten en zeggen: Oké, okay, dit is er. Mm -hmm. ja. Maar dit is hoe we ermee om kunnen gaan. Ja. En mijn persoonlijk dingetje is dan toch weer terugkomen op. Ja, als je gewoon belachelijke dingen zegt, dan besta je gewoon vanaf dat punt even niet meer voor mm -hmm. mij, man. Jouw mening, oh, dat je mij een, een hoerenloper noemt of een hoer of een. Oh ja, je bent dat is uh, Illuminati. Dat is ook een ding wat over mij en mijn broertjes <laughs> oh, de laatste tijd gezegd <laughs> ja, Jullie zijn uh, Illuminati. En, ja, ben ik, En uh, luister, <laughs> er, zijn, er zijn hele posts erover en zo. Oh, wow. yeah. <laughs> en het is gewoon eigenlijk lachwekkend. Van ons komt nog mij. En, ja, en, en het grappige is. Het, ik, moet, ik, ik wil eigenlijk wil ik jullie geen gelijk geven. Maar ik moet dan wel toch zeggen. Het komt wel weer toch wel uit de Marokkaanse. Ja, ja. Uh, ik hoek. En waar, waar, ik, waar, waar ik dat totaal zo. niet heb van andere nationaliteiten, zeg maar, uh, ja. zeg maar dezelfde kritiek. Snap ik? ik Alleen ik heb wel liever dat we gewoon nu gaan zeggen tegen die mensen. Ja. Die uh, hetzelfde kunnen meemaken als ons, omdat ze hetzelfde misschien willen doen. Of ja. op hun gebied iets willen gaan doen. Dat we toch misschien een dikkere huid moeten gaan creëren. En gewoon ja. iets minder moeten luisteren en kijken naar bepaalde dingen. Misschien de comments niet meer lezen. Kijk, kijk jij hebt een praatgroep, dat is anders. Nee, nee, maar. Je een, uh, ook, dus je ook, moet ook, wel lezen. Nee, <laughs> maar, je maar, het, tuurlijk, maar ook ik moet die huid gaan nog verder gaan ontwikkelen, want elke keer denk ik, I got this. Praat maar, I don't care. En dan komt toch weer zo'n comment bij dat ik denk, oeh, deze maar, deze raakt me wel. Dus. Maar je hebt die comment dan wel nodig. Waarom? Weet je waarom? Sorry, hè? Dan ja, Sorry. <laughs> je hebt die comment wel nodig, ja. want die comment onthult weer waar jij bent. Precies. precies. En dan kan jij weer dat precies. stukje wat je zegt. Hè, wat je wat nog dit, mist. Bij, bij, bij anderen willen we al. Oh, de fout is daar bij diegene die de comment geeft. <laughs> ja. ja, diegene is niet goed bezig. Maar het feit dat, je er wat van, dat, ja. dat het je wat doet. Dat is eigenlijk waar dat wij zelf aan stuk. moeten werken. Zeker. Juist. 100%. En neem dat. Maar ik ja. vind dat juist jammer. Want waarom moet zij nu zeggen van ik moet een dikkere huid krijgen. Omdat en zij... Uh, omdat zij moet denken aan haar geluk. Nou ja, is... En niet bezig moet zijn met de wereld te veranderen, die niet toch niet wil veranderen. De, de, Denk wat ik. een ander tegen jou zegt of over jou zegt, heeft nooit iets met jou te maken. Yep. Ik kan jou uitschelden en ik kan jou uitschelden en jullie reactie zal compleet verschillend zijn. Waar, waar komt dat door? Want ik zeg precies hetzelfde. Dus ik moet steeds vaker bewust zijn. Wat hij of zij tegen mij zegt, heeft niks met mij te maken. Heeft met zijn of haar pijn te maken. Heeft met uh, visie te maken. Heeft met verwachting te maken. Wat verwacht de ander van mij? Heb ik helemaal niks mee te maken. Mm -hmm. En daar ben ik me heel erg van bewust. Alleen ja, ik ben ook mens. Ook ik heb precies, momenten van, van onzekerheid. En dan lees ik zoiets. En dan denk ik, ah dat is zo. En wat je zegt, de Marokkaanse hoek. Wat mij daarin extra raakt is als ik zie dat als ik een Turkse collega heb die zegt van. Nou, ik krijg juist zoveel support van, van Marokkaanse mannen. Dat ik denk. Op mij schelden ze alleen hoor. Ik, ik weet niet hoe kan het dat ze bij haar wel die support kunnen uiten. Ja. En ik ben niet jaloers, want ik gun het haar. Maar het is meer dat ik denk: van. Like, I'm your sister, oh. dubbelop of zo. Ja, ik zit nu op zo'n punt die ik echt lastig vind. Want ik vind persoonlijk uh, dat wij. Um, en ik vind niet dat ik helemaal gelijk heb met wat ik nu ga zeggen. Maar dat is wel iets, een gedachte in mijn hoofd, mm -hmm. zeg maar. Dat we openbaar buiten onze community eigenlijk de gesprekken niet moeten voeren. Omdat ik vind dat we onze vuile was als community buiten hangen voor de rest van, van, ja. van Nederland om mm -hmm. te zien, zeg maar. Dus ik heb daar een beetje moeite mee. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ziet de rest van Nederland toch wel die was. Omdat ligt, het onder hè? andere op social media te zien is. Nou, dat Eén. Is het. En twee is... We moeten ook niet ontkennen dat het er is, want anders gaat het niet beter. Maar worden. dat is toch, jij, Ik probeer continu het visitekaartje te zijn vanuit, van onze community. Dus ja. uh, als ik op tv ben, ik probeer altijd te letten op wat ik zeg en wat ik doe. En ik wil laten zien, ik ben een islamitische vrouw, ik ben gesluierd. Ja. Maar dat wat jij denkt over de moslimvrouw onderdrukt en uitgehuwelijkd, bestaat niet. Kijk maar naar mij. Ja. Uh, ik, ik spreek de taal, ik werk hard, ik heb gewoon een carrière. Uh, komt online. Dus je zegt dat in een interview. Look at me, I'm here. En dan komt een of andere Mo of Appi, Visekech, Hoer. Ik denk van. Hoe? hoe ben jij dan het visitekaartje? Mm -hmm. Als ik dat niet ben, ben jij dat dan wel met die taalgebruik? Dus ik, ik ben ook, ik hoor wat je zegt, we moeten niet continu. En het is een kleine groep waar we het over hebben. Moet ook niet groter maken. En ook dan. geen het belangrijke is, groep. Het is ook geen, maar het is wel, als je zegt die vuile was buiten als, als ik het niet doe, doen ze het zelf wel. Doordat ze er zo lelijk op reageren. Dus en, en dan dat, denkt Ingrid inderdaad. Moet ja. je kijken. En daarom, ben ik, DBO, zeg maar. ja. daarom ja. ben ik een dubio zeg maar. Daarom ben ik een dubio. En dat maakt het ja. ook moeilijk. Maar het maakt het voor ons ook moeilijk. Ik bedoel inderdaad. We proberen het visitekaartje te zijn. En ons best te doen voor de community. En... en de vlag omhoog te houden, weet je wel, bij wijze van spreken. Ja. Maar ze maken het ons soms zo moeilijk. Ja, maar zijn er niet meer mensen? Ik heb wel gewoon afgelopen tijd dat het voor mij even een, een realisatiemomentje was, dat ik dacht van. Nee, hier doe ik het eigenlijk voor. En dat Precies. was op het moment dat ik. Hier bij Fanny's binnenliep en een van de collega's vroeg: Ken je bla bla bla? En toen zei ik: Nee, maar het is volgens mij wel een Iraanse naam. En toen zei ze: Ja, dat is een meisje. En die had vandaag een sollicitatiegesprek. En die heeft eigenlijk haar hele sollicitatie over jou gesproken. Ah. Want jij was voor haar haar grootste Wat voorbeeld. Tof. En toen dacht ik: Zie je? Ja. En daar doe ik het voor. Maar dat is toch goud? En dan gaan al die verdrietsdingetjes van al, wat alle mensen kunnen zeggen of denken, dat gaat dan weg. Want dan dit, weet je waar je het voor dit, doet. Dit, je precies dit. Precies. Was ja. waar ik waar ik net over wou beginnen, maar ik besefte dat ik onderbrak. Dus ik hield even mijn mond weer dicht. <laughs> nou, soms moet je dat ook even beter doen. Um, um, moeten we gewoon niet focussen op de mensen die het wel verdienen ja. en die het wel goed doen. En moeten Absoluut. we gewoon niet steeds meer die andere mensen gewoon gaan negeren. Maar weet je nou, waar ik het heel goed... Extra liefde sturen. Dus jij noemt mij oh, is goed, kom maar hier. Is ik zeg je Maar, je maar kom. zelfs dat niet. Want er is iemand anders die, 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 waar je, die jouw liefde wel verdient. <laughs> ja. En die tijd stop je nu in een of andere ja, dat -case. Is Maar weet je waarmee je nee, het nee, goed gewoon kan, maar in, ja, je kan het Gewoon goed focus alleen maar op de mensen die het ja. verdienen. Die het willen. Die er die, die, die echt voor openstaan. En die misschien ook kritisch zijn. Ja. Dat mag ook, maar dan is het anders. Want die zijn kritisch because they care. Precies. En daar zit het niet van omdat mij ze verschil. willen breken. Maar je kan het goed vergelijken met uh, het moment dat je bijvoorbeeld als jonger persoon altijd de bevestiging van je ouders wil hebben. Of je ouders wil hebben die tegen je zeggen: Ik ben trots op je, wat doe je in het mm. goed? Snap je? Mm. Dat gevoel wil je eigenlijk van je community. Precies. En dat mist dan op een gegeven moment. En dat doet net zoveel pijn als die kleine Mai of Nora of wie dan ook die de bevestiging van die vader of moeder wil hebben. Ja, en ik vind dat geen slimme vertrekpunt. Nee, is het niet? Ook niet zelfs... Nee, Maar het zelfs, zit in, maar, je. Zoals, het zit nee, in nee, je. Nee, nee, maar het, het, het zit in je, dan kan het er ook uit. Het is ooit ja, gekomen. Zeker. Het is ooit in je, nou, je het idee. Nee, maar je doet het bijvoorbeeld voor je ouders om, om ze trots te maken op een kind, maar je doet het ook voor die community om ze trots te maken als Ja, maar maai, dan doe je het vind ik op de verkeerde manier en waarom weet ik dit omdat ik het ook heel lang zo heb gedaan. En maar sinds precies. ik het niet meer zo doe, precies. En hoe lang heeft het je gekost om het eruit te krijgen? Dat uh, is... Ja, maar dat is prima, ja. maar het begon pas toen ik bewust was exact. dat het niet goed was dat ik op dat die je manier dat nodig had dat, dat een vertrekpunt ja, was. En precies. dat moeten we wel gaan beseffen. Uh, we hoeven niet. En het kan beginnen bij een soort van uh, validatie van je vader al willen. Mm -hmm. ja. Validatie nou, van je. Uh, ik ga je een voorbeeld geven. Ik ben vorig jaar ben ik bekeerd uh, tot de islam. ja okay. En um, de reden, ik liep al een paar maanden rond met het idee dat ik wou bekeren. Maar de reden waarom ik nog niet wou bekeren, is omdat ik nog niet zeker wist dat ik het deed voor mezelf. Of dat ik het deed, omdat ik validatie van mijn vader wou hebben, die een Marokkaanse moslim is. Oh. Mm -hmm. En toen ik erachter kwam dat ik het totaal niet deed voor mijn vader. Ah, je bent half mokro. Ja, oh, okay, toen okay. ik het niet deed voor mijn. Toen ik besefte ik doe het niet voor mijn vader. Toen pas kon ik mezelf toelaten om zo'n belangrijke stap in mijn leven te nemen. Mm -hmm. En uh, dat heeft te maken met het proces dat ik ergens wel validatie zocht. bij mijn vader, ja. onder andere. en bij mijn moeder. en bij mijn community. en een deel bij de Marokkaanse community. Nee. Op een gegeven moment ben ik mezelf steeds meer los ja. gaan rukken van die ideeën. die in mijn hoofd zitten. Mm -hmm. ja. Want aan het einde van de dag. aan het einde, einde, echt helemaal onderaan de streep

toen ik twintig was, en daar, daar gaat het nu eigenlijk over. Die doelgroep die mm -hmm. dat nu nog heel belangrijk vindt. Ja. Wat vinden anderen van mij? En het komt echt wel hoor, dat ze op een punt komen in hun leven. Dat ze denken, hé, hey, waarom vind ik het belangrijk wat Appie zonder profielfoto van mij vindt? Yes. Uh, maar dit kost tijd en in die tussentijd word je wel gevormd. En word je geremd en word je omlaag gehaald. En kan het gigantisch misgaan. Dus ik hoor wat je zegt, maar tegelijkertijd is het ook een proces. En... Oké, okay, wacht, wacht, wacht zuster. En dit is precies uh, ook een onderdeel van de fout. Mm -hmm. als, je het even, als, je, als je als persoon zegt: van... Weet je wat, ik ga. Ik heb niet in, ik zeg maar niet, uh, in de hand wat een ander zegt en wat een ander doet. Maar ik heb wel in de hand waar ik sta. Precies, en vanuit, ja. um, het is allemaal waar wat je zegt, maar je hoeft er nog niet te zijn, hè? Uh, maar we, kunnen, we gaan nee. er nooit zijn, want elke fase kent nou, weer zijn je een ontwikkeling. Kan wel, ja, maar je kan wel ver op zo'n <laughs> level. Je bent het chronisch oneens met mij, of niet? <laughs> nee, ja, je kan wel op zo'n level zo ver. Nee, ik, het is eigenlijk een heel goed, nieuws, heel goed nieuws wat ik je wil vertellen hier. Is dat je zeg maar. Um, je kan wel op een level zijn mm -hmm. dat het je veel minder doet omdat, Precies, omdat dat ik, het ik doet. weet hoe dat is ik ben daar nu en ik ben nog niet klaar en in mijn ogen nog lang niet zelfs, ja. mm -hmm. alleen ik ben wel uh, als ik nu vergelijk met een jaar, anderhalf jaar geleden ja. denk ik van wow Verschil. het boeit me echt ja, maar niet meer wat ze va van me denken elke zeg maar. fase brengt weer een nieuwe challenges met zich mee, ja. en nu is het loskomen van die community, maar misschien is de volgende fase wel Oké, okay, nou ja, dan, dan probeer ik nu bijvoorbeeld uh, die validatie van mijn vader, heb ik iets minder nodig? Of, we, we zijn mensen, we hebben altijd erkenning nodig van, in ieder geval, minimaal onze dierbaren. Mm -hmm. Ik vind het heel belangrijk wat mijn dierbaren van mij vinden. Ja, en die dat snap ik. Die snap dat, ik. Die snap ik. je dus? Ja. Je zal, maar er komt een, een fase waarin je op een gegeven moment ook dat wel belangrijk blijft vinden, maar het gaat geen impact meer op je hebben. Omdat je weet wat je doet. Je bent in een fase waarin je volwassen genoeg bent om je eigen mm -hmm. keuze te maken. Je hebt je eigen ellende meegemaakt en dat heb je ook allemaal doorstaan. Voor mij zit nu, omdat ik de pijn zat hem altijd, omdat ik het gevoel had dat ik een groep represente. Ja, de, de, de vrouw, of de islamitische ja. vrouw, of de Marokkaan. En ik heb dat begin dat nu los te laten. Ik represent helemaal niemand. Ik vertegenwoordig ook niemand. Ik ben ik. Jezelf. Ik heb mijn eigen verleden en ook mijn eigen toekomst en de stappen die ik maak zijn gebaseerd of gemotiveerd door dingen die ik heb meegemaakt, mm -hmm. door mijn gedachten, mijn brein. En ik wil niemand meer vertegenwoordigen. Dus als ik een film maak. Of ik vertel een verhaal. Of ik maak theater. En mensen komen mm -hmm. en zeggen ik herken me er niet in. Good for you. Mm -hmm. Top. Maar dit is mijn verhaal. En dit is mm -hmm. hoe ik het en zie. er zullen zin. altijd een paar mensen zijn. Precies. Die zich wel herkennen in jou. Exactly. En die hebben er wel wat En dat wat is mooi aan. meegenomen. En, en, dat, en dat zal altijd. Je werk zal nooit voor niks zijn. Ja. Weet dat weet je wel. Het zal gewoon nooit. Voor niks. Nee snap je. Nee. Het zal nooit. Ja. Het zal nooit gewoon weggegooide. Ja. Parels zijn, behalve als je het steekt in de zwijnen, die tijd. Dan is het uh, parels door de zwijnen. Ah, uh, gezegd. Willen we al naar de complication? Oh, 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 we, zijn we er al voor? Oké, hebben jullie tijd? Want het is een lange. Oh, yeah. oh yo. Okay, okay, okay. Lieve Mahi en Jay. Dat zijn wij, maar we trekken je mee erin. Oh, okay. Nora. Dus Nora bij deze, jij ook. Yes. <laughs> ik heb een dringende vraag, want ik zit, met een, ik zit in een dilemma. Ik heb nu vier jaar een relatie met mijn partner. Hij was in mijn ogen de prins op het witte paard en past in elke opzicht bij mij. Oeh. Hij was de man waar ik altijd naar op zoek was. Want in het verleden gingen mijn exen altijd vreemd, mm -hmm. waardoor ik het dan altijd gelijk uitmaakte. Nu heb ik, een, heb ik mijn partner vorig jaar betrapt met een andere dame in bed nee. in zijn huis. Oh, wow. Hebben we een dokter voor uh, Mahi hier zo? Uh, <laughs> want dit spijt. gaat zo meteen alleen maar erger worden. Uh, oh, we zijn oh. toen vier weken uit elkaar gegaan. Vier hij woord? kwam die vier weken elke dag huilend voor mijn deur om hem te vergeven. Schat. Hij heeft er ontzettend veel spijt van. <laughs> op het moment dat hij mij kwijtraakte, raakte, was, wist hij pas. Ja, Oké, okay, de zin klopt okay. niet helemaal, maar ik denk dat ze bedoelt dat op het moment dat uh, hij haar kwijt had geraakt, uh, wist hij pas wat voor diamant hij kwijtraakte. Ik heb hem vergeven omdat, zoals ik al zei, hij is alles wat ik zocht in een man. We zijn nu een jaar verder en voor de buitenwereld lijken wij een perfect koppel. Mm. Iedereen zegt ook altijd relationship goals. Mm. Maar het vertrouwen is er niet meer bij mij. Er zijn momenten als hij te lang van huis is dat ik bang ben dat hij weer vreemd gaat. Ja, snap ik. En soms heb ik flashbacks van die avond dat ik hun betrapte. Ja, ze heeft het natuurlijk gezien. Snap je, dat is een hele andere... BTSS gewoon. Oh. Op dit moment ben ik ook zwanger van hem, terwijl, er nog, oh terwijl ik er nog erg mee struggle. Meid. Soms ben ik er kapot van, alsof het gisteren is gebeurd. Is het nu te laat om hem nog te laten? Want wat Mai altijd zegt, blijft aan mij knagen. Once a player, always a player. Zie je? Of? Moet ik aan mezelf werken en vechten voor ons gezin? Groetjes. Mijn woorden werken. Adoniem. Vrouwen luisteren naar me. Dat, dat, dat doet me dat echt uit. goed. Want, maar ik me, weet niet of vrouwen altijd naar je moeten de luisteren. Magie, uh, ik de weet mag, het niet. De magie wijsheden zijn belangrijk. Hè? En we manifesteren tegenwoordig. Oké, okay, hartstikke oh, leuk. Wow. Heel wauw. Mag ik een applaus voor deze? Magie ja, dit weer Oké, maar Maar, maar, maar oké, okay. wat vind jij dan? Zucht. Kijk, ik had hem niet vergeven. Dat zeg ik je eerlijk. Maar dat weet iedereen van mij. Mm -hmm. Eenmaal de fout ingaan. Ja, ik snap wel dat hij elke dag voor de deur kan staan en mm -hmm. het verdere plaatje klopt. Maar wat was er dan dat hij die fout heeft gemaakt? En je hebt die fout nog met je netvlies gezien. Ja. Dus. Heb jij wel eens een man ontmoet die in jouw ogen de prins op het witte paard was en elk opzicht bij jou paste, echt precies de man was waar je naar op zoek was? Heb je die wel eens Ben je die wel eens tegengekomen? Ik ben niet tegengekomen, zeker. En die heeft me teleurgesteld. En ik ben hem nog een keer tegengekomen. Dus ze zijn er genoeg. Precies wat ik ja. in de vorige podcast zei. Gewoon de man die echt. Prins er op het zijn witte park. zoveel visjes in de zee. Ook al klinkt het cliché. Er zijn echt genoeg mannen die met jou fitten. Snap je? Het fits. Snap je? Niet vitten als fits. Ja, maar maar het maar... ja zijn er zijn zoveel mensen op... waarmee ik kom. Ja, compatibility nou, is één, maar ik bedoel echt. Misschien heeft de een dat ene meer dan de ander. Mm -hmm. Maar verhoudingsgewijs zijn er sowieso meer vrouwen dan, dan mannen, dus die, nee, dat verschil hebben we laatst ook de, de, ja? de cijfers van gezien. Oh, dat, in Nederland valt het wel, mee. Het is wel, wel zo, het is wel waar. Ja. Maar wat ik maar bedoel te mee. zeggen is van als zij deze man laat, betekent niet dat ze niet nog een prins op het witte nee, paard dat, tegenkomt. Ja, snap je? Ja, ik snap, dat is vaak wel de angst inderdaad. Dat is de angst van een vrouw. Dus als mm -hmm. jij je nu al niet vertrouwd voelt, als jij de hele tijd in angst moet leven met mm -hmm. zou die niet weer daar zijn of dit of dat. Ja, sorry, in wat leef je dan? Mag ik wat zeggen? Maar ze is zwanger. Zij is die man ook eerder tegengekomen. Hè? Zij heeft namelijk, uh, hoe kan ik het vertellen? Want in het verleden gingen mijn exen altijd vreemd, waardoor ik het gelijk uitmaakte. Blijkbaar is er toch een verschil bij hem. Ja. Snap je wat ik probeer te zeggen? Hij was de moeite waard voor haar. Vindt ze het dus een de moeite waard om ja. het op zijn minst te proberen te vergeven? Ja, okay. En dat had ze hiervoor niet. En laat je één ding zeggen: hè? Iemand betrappen op heterdaad oh. tijdens de diertijd. Meid, je hebt trauma. Bro. Nou, kijk, ik en heb trauma. Dat, is, dat is wat Bro. ik hierover zou willen zeggen. Is, I'm not judging dat ze me kans heeft gegeven. Want dat is iets wat gebeurt. Weet je, ik, ik zei ook altijd: ah, dan nooit. En gelukkig heb ik dat nooit meegemaakt. Maar ondertussen heb ik ook een huwelijk meegemaakt. Die dingen, je praat erover. En mm, dus dingen kunnen fout gaan. Precies. Ja. Waar zij aan moet werken, is aan zichzelf. Want zij herbeleeft, zij krijgt stress, ja, zij man. heeft wantrouwen. Vertrouw um, uh, En dit zegt helemaal niks over hem. Misschien doet hij het elke dag tien keer bij andere vrouwen bij wijze van... Zij moet dit stukje verwerken en met die verwerking komt ook het antwoord. Mm -hmm. Dat is wat ik denk. Mooi gezegd. Ja, want kijk, ze moet beseffen dat het niet niks is wat ze precies. heeft meegemaakt. Mm -hmm. Het is echt precies. Een... Ja. Huge, echt. Ja. ja, zij is getraumatiseerd. het. is dus maar echt zwaar. Ja. Want dus ook dus op haar netvlies. hè? Dus het is niet, ze heeft het gehoord. Precies. Ze heeft het gezien. Ja, dus ook al stop dat, je dat het is nu. is zoveel dieper. Of ga ja. je door, je, je blijft met het trauma zitten. Sowieso moet ze dus, uh, aan een, de slag En zitten. een jaar is kort, hè? Mm -hmm. Een jaar is in ja. dit opzicht, vind ik ja. kort, zeg maar, ja. om het feit dat ze het niet heeft verwerkt. Ja. En ik gun het haar ook echt. nu ze zwanger is, want die hormonen gieren mm -hmm. door de lijf. Mm -hmm. Als ze die negatieve stoffen aanmaakt, de gedachten, de emoties en gevoelens, dan gaat dat automatisch overgedragen worden aan kind. het kind. Ook dat trauma draag yeah. je over. Dus als ze eraan wil werken is nu haar kans om dat gewoon helemaal schip te maken voor haarzelf. Voor haarzelf. Nee, sowieso altijd. En, en wat die keuze ook is, it's oké. Okay. Mm -hmm. Maar, het is niet het einde van de wereld als je alleen. Tuurlijk, niet wenselijk. Je wil gewoon een gezin zijn. Je hebt ik vind kind, het een maar... heel mooi antwoord. Dus ik zou inderdaad met deze woorden van Nora zeggen: van, ga eerst in therapie, ga aan jezelf werken. Ja, ja. En misschien ook in relatietherapie ja, met elkaar. Weet, ja, helemaal geen Als je dat hebt gedaan. Vind je dan pas het krijg je een antwoord van oké, okay, nu ben ik erachter gekomen. Dat... Wil ik blijven of niet? Precies, ja. Zeg maar. ja, ja. Je komt want tot het nieuwe is inzicht, ook inzicht aan Mahi om te zeggen of je moet blijven of niet. Ja, ja, ja maar weet je wat, is wat zou doen, ja, maar ja, weet het je wat is? Het prima. is. Want, want misschien kan iemand over een jaar wel helemaal gelukkig zijn in haar relatie, ja. ondanks dat het even fijn is eraan gegaan. Hert. En dan heeft ze naar Mahi geluisterd. Ja. Zomaar, dus dat want Maaie kan, kan staan achter haar de, ja. uh, keuzes en de consequenties nemen. Maar misschien kan zij niet de keuzes nemen en de consequenties de dragen nog van mij. steeds Maai. single, dus <lacht> <lacht> luister nu niet naar mij. Nee, grapje. Oké, okay, nee, zo kan je ook zeggen. <laughs> ik probeer altijd mijn oprechte uh, ja, ja. mening te geven. is ook geven reactie, niet, ja? Wijsheden in de informatie die we krijgen. En ja, ik toch? weet natuurlijk niet altijd alle informatie. Maar in deze ja. zou ik echt zeggen van werk aan jezelf ja. en werk met elkaar. En als je ja. alles hebt gegeven... Dan pas en weet één ding ja. ook, kijk ze heeft heel lang geleefd met angst voor vreemdgaan. Mm -hmm. Dus het dat is het voor dan, hem al, is het probleem maar al? Ze had die angst al. En ik, ik, weet niet, ik wil niet zweverig zijn, maar ik geloof echt wel dat dingen op jouw pad komen om jou uit te dagen. Om ja. jou daarin te laten groeien, omdat dit een angst is. Dus trek die shit ook niet ja, naar je toe. Ja, ja, dat is waar. Maar hij was wel een bastard. We oh, gaan 100%. niet doen alsof hij die keuze niet heeft gemaakt Nee, maar om ik te denk doen. Dat hij was hij wel een bastard, maar blijkbaar heeft hij... Ja, precies. Vier weken lang elke dag? Ja. Daar, daar hou je ook wel van iemand hoor. En beter gezegd, ik heb dit ook gehad. En toen heb ik ervoor gekozen, by choice, om nu uh, vijf jaar lang single te zijn. Om aan mezelf te werken. Zo. En de ruimte te geven aan mezelf. En om dan een gezonde relatie aan te gaan. Exact. Dus je moet echt in therapie. Ik heb dat ook gedaan. Ja, ik nice. hoor Want zoiets meemaken en al helemaal zien, dat is lijp. Nee, het is, het is echt traumatisch. Ik denk dramatisch. dat het trauma nog veel verder terug gaat. Ja. Maar dat is gewoon. Ga dus in heeft ze oh, Anoniem? Luister naar Nora. We gaan Nora versteren. Nee, ja. wow, <laughs> wauw. wauw Nora nice, versteren. We nice kunnen ook gewoon. Jay versteren. Nee, grapje. Ja. Nee, dat, dat klinkt niet zo nice raar, als he? Nora versteren ja, en mij versteren. Soms moet je accepteren dat het gewoon niet nice May is met vesteren. je naam. En accepteren. Dat... Mm -hmm. <laughs> Alles met ere. Dat we gaan in therapie, zoek hulp. Ook misschien met je partner. Mm -hmm. En ja, wie weet komt het antwoord dan vanzelf. Zeker. Ja. Veel liefde in ieder geval toegewenst. Mm -hmm. ja. Zeker. Dankjewel Nora. Jullie bedankt. Mooi gesprek. Voordat we oh, gaan stoppen, yeah. mocht jij ook denken: van ik heb ook een dilemma waar ik in zit. Ja. Yeah. Stuur dan jouw question naar It's Complicated en dan gaan we ons best voor jullie doen. Misschien okay. komt een manifestatie naar jou. Oeh.